De aankoop Moisander. Nou, ik denk heel goed voor in de verdediging. Mooie aanwinst. Paulsen voor de ervaring, ik denk helemaal super. Dus ik ben er heel blij mee. Uitstekende keuze. Dat is alles wat ik te zeggen. Prima, goed gedaan. Ik ben hartstikke blij met die twee nieuwe Zweden. Of Denen. Nou weet ik het niet. Het zijn Denen die met een geweldig goed hart eigenlijk willen voetballen. En ook voor de vereniging. Voor Ajax is ook het grijs verleden veel bijgedragen aan het Ajax voetbal, zeg maar. Ik weet niet of je meer wil weten. Weet jij dat? Ja, de Vertonghen is weggegaan en daarom hebben we Paulsen gekocht. En we moesten Moisander gekocht en Jans is weggegaan. Dus dan hebben we Paulsen gekocht. Ik ben hartstikke blij met die Vin en met die nieuwe Deen. Hartstikke goed gedaan, Ajax. Ik moet eerlijk zeggen, als het tussen mijn hart kijkt, ik vind het geen bijzondere Ajax-speler. Ik heb zelfs Ajax-mensen, of AZ-mensen gesproken. Die waren natuurlijk niet blij dat hij wegging, maar die hadden ook geen hoge muts aan hem op, om het zo maar even uit te drukken. En die zeiden ook, hij maakt te veel overtredingen, hij is niet kopsterk en hij heeft geen overwicht achter. En dat is, en ik weet er zelf ook niks van. Jij dan? Nee, jij. Jan, weet jij nog iets te zeggen? Kan hij ook wel iets goeds? Nou, hij kan wel iets goed zijn. Hij staat niet voor niks in AZ. Nee, wat bedoel ik? Ik vind het prima. Ja, hij is wel een aanwinst als daarom nu. Paulsen vind ik zeer zeker een... Paulsen is heel goed. Dat is een hele goede aankoper. Misschien geen aankoop, die krijg je zo bij. Maar als je vraagt nu, wat vind je van de komst van Moisander? Daar ben ik positief over. Ja, positief kan je wel zeggen, maar het is niet mijn grote favoriet. Ja, kijk maar, je hebt maar een paar minuten hoor. Een paar seconden nog. Wat ik ervan vind? Nou ja, in ieder geval wat, hè? Na zoveel desillusies is er nu eindelijk iets concreets. Dus we hopen dat het wat wordt. Ja. Nou ja, resumerend kunnen we zeggen, ze zijn in ieder geval beter geworden eigenlijk. Ze zijn niet slechter geworden. Dankjewel.